Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die het volk te deel zal vallen. Wees welkom om die boodschap te horen. Goedenavond, jongens en meisjes. Hartelijk welkom op deze dienst van de zondagschool, de kerstfeestviering. Leuk dat jullie hier zijn. Leuk dat jullie ook meekijken. Vaders, moeders, broertjes, zusjes of wie dan ook, allemaal hartelijk welkom. Het thema van deze kerstdienst is het teken. En je zult je misschien afvragen van, wat is nu eigenlijk een teken? Ik heb iets bij me. Als ik daarop fluit. Dan is dat een teken. Dat kan een teken zijn van bijvoorbeeld een scheidsrechter. De wedstrijd begint. Zo heb je van allerlei tekenen. Die tekenen hebben we ook met kerst. En die tekenen lopen we allemaal door. Ik wil nu graag met jullie beginnen. Trouwe God, Vader in de hemel. Wat is het fijn om hier vanavond te mogen zijn. Samen met de kinderen kerstfeest te mogen vieren. Heere, wat is dat toch een machtig feest. U kwam helemaal vanuit de hemel. Daar waar alles zo mooi en prachtig is. En u kwam hier op deze aarde. En heren, er waren maar weinig mensen die daarop zaten te wachten. En toch kwam u als koning van alle koningen hier naar deze aarde. Heren, wat een wonderlijke geschiedenis. We mogen daar vanavond ook van alles van horen. Heren, dank u wel dat we hier samen kunnen zijn. Ondanks, heren, dat er van alles in de wereld gebeurt, heren, dat er maar heel weinig mensen samen mogen komen, toch hebben we een manier gevonden om samen met de zondagsschool kerstfeest te mogen vieren. Heren, wilt u zijn met de kinderen die wat opzeggen, met de kinderen die zingen, met degene die het verhaal vertelt. Heren, wilt u ook zijn met ons en wilt u zo zijn met alle mensen die bijhelpen om dit erg mooi te maken. Heren, zo leggen we deze avond in uw hand. We vragen om uw zegen, heren, om Jezus willen. Amen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste beschrijving vond plaats toen Cyrenus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen op weg om ingeschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van
Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, die zwanger was. Het eerste teken. In de verte zie je hem al aankomen. De man op een paard. Een stofwolk gaat voor hem uit en hij komt met het paard de stad in. Midden in de stad houdt hij stil. En het stof waait nog even omhoog. Rondom het paard en de mensen kijken verschrikt. Wat heeft die man te vertellen? Zou die man iets moeten zeggen? Die man is een boodschapper. Een boodschapper van de keizer. Hij trekt het land door. Luister eens. Het lijkt wel of je erbij staat. Luister allemaal. Keizer Augustus wil dat jullie allemaal in het dorp of stad waar je geboren bent, wordt opgeschreven. Ga er nu zo snel mogelijk naartoe. Het is een bevel van de keizer. Het is belangrijk. Denk erom, wie niet gaat, komt in de gevangenis. Zeg het voort, zeg het voort. Daar snelt de ruiter weer weg. De mensen kijken verschrikt, ingeschreven in een stad. Waar zou ik dan moeten worden ingeschreven? Zou het echt zo zijn? Jozef, vraagt Maria, ik verwacht een kindje. En ik moet dan ingeschreven worden in Bethlehem. Maar dat is het beste eind van hier. Ja, Maria, maar het zal toch moeten. En als we nu snel gaan, dan zijn we misschien nog op tijd. En dan kunnen we misschien daar nog een plekje vinden. En zo gaan ze samen op weg. Ze hebben een teken gekregen. Een teken van de keizer. Of is het een teken van de grote koning? Thank you.
En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld, 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd en de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en ligt in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En het geschiedde toen de engel van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in een kribbe, verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Daar zaten ze, rond het vuur, grote stoere mannen die
echt niet voor iets bang zijn. Ook niet in het donker. In het donker zijn wij misschien soms wel eens bang. Maar deze mensen niet. Het zijn stoere herders. Af en toe hoor je in de nacht het geluid van een geweldig dier dat brult. Even kijken ze op. Want de schapen liggen natuurlijk wel in het donker. En als de schapen in het donker zijn en je hoort een dier, dan kan dat gevaar betekenen. Maar het blijkt loos alarm. Dan ineens, vanuit de hemel komt er een licht naar beneden. En hij gaat als naast de herders staan. En de herders, zoals ze nooit bang waren, zijn ze nu wel bang. Want zoveel licht, je kunt er bijna niet in kijken. Het is een engel. De engel heeft een boodschap. De zaligmaker, de Heer Jezus, is geboren. En weet je wat het teken is? Je zult hem vinden in de kribbe, in een voerbak. Een koning in een voerbak. Herders wisten wel wat een voerbak was. Zeker, dat was in de stal, zeg maar. Maar nu lagen ze in het veld, maar in de stal, ja, daar had je een voerbak. En, stil eens, luister eens heel goed. Wat hoor je dan? Allemaal engelen samen. Ze zingen het ere zij God. Wat een prachtig gezicht. En zolang ze kijken, kijken ze naar boven. En zien ze het voor zich totdat de engelen in één keer weggaan. Terug naar de hemel. Dan wordt het weer helemaal donker. Alleen het vuur knettert nog af en toe een keer. En de herders kijken elkaar aan. Zullen we hier blijven? Nee, natuurlijk niet. We moeten de koning, de Heer Jezus, zoeken. Laten we naar Bethlehem gaan. Wij hebben een teken gekregen. Een teken van de engel. Was het een teken van de engel? Of was het een teken van de koning?
Jezus was geboren in Bethlehem in Judea. In de dag van koning Herodes, zie de wijzen uit het oosten, kwamen in Bethlehem aan. En zeiden, waar is de koning van de Joden geboren die... Van de Joden die geboren is, want we hebben zijn sterren in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Alweer staat er een groep mensen samen. Enkele mannen staan samen te kijken naar de lucht. Het zijn sterrenkijkers. Als het mooi helder weer is, zie je ook de sterren. Die heb je vast allemaal wel eens gezien. Maar deze mannen zien wat in sterren. Als de ene ster beweegt, als de andere ster iets opzij gaat, dan heeft dat ons wat te zeggen. En dan kun je dus ook de toekomst voorspellen. En zo staan die mannen te kijken. En eigenlijk zien ze wat. Die ene meneer, die zegt, ik zie daar wat. Ja, zie je hem ook? En de andere mannen die kijken, die zeggen, ik zie niks. Nee, daarachter die andere. Ja, nu zie ik het ook. Die ene ster. En die ster, die beweegt. Die ster, die gaat voorop. Wat heeft dat ons te zeggen? Als er een ster beweegt... Waar moet hij dan naartoe? Als er een ster beweegt, dat betekent dat er eigenlijk een nieuwe ster geboren is. Dat betekent dat er een nieuwe koning geboren is. En als wij dat nieuws nu zien in die ster, ja, dan moeten we niet hier blijven staan. Dan moeten wij die koning gaan zoeken. Dan hebben wij een teken gekregen. Een teken van de ster. En weet je,
Ze weten het heel zeker dat er een koning geboren is. Want, nou, ze gaan op weg. En ze nemen alvast cadeaus mee uit het verre land. Goud, wierook en mirre. Dat hoort bij een koning. En daarom gaan ze achter de ster aan. En gaan ze naar het land wat de ster zich wijst. Het teken van de ster. Of is het toch een teken van de grote koning? Het is koud buiten. De kale takken van de bomen verdwijnen in de stille, kille mist. Op de takken ligt een dun laagje ijs. Heel de wereld ziet er anders uit vandaag. Het is muisstil. Je hoort geen vogel, niks beweegt. Het vriest wel 4 graden. Nog even en dan kunnen we weer schaatsen. Chef kijkt uit het raam naar de witte bomen. Hij staat te turen. Straks gaat hij naar zijn vrienden. Ze zullen weer bij elkaar komen achter het kamp. Achter de woonwagen van Malle Jopie. Ja, daar kun je zo fijn zitten. En weet je wat het mooiste is? Malle Jopie is doof. Die hoort niks. Je kunt zo hard schreeuwen als je wilt. Dat maakt niks uit. En misschien... Als ze nog even wachten, dan kunnen ze wel schaatsen. En dan gaat hij opa vragen of hij nog een paar schaatsen voor hem heeft. Wie weet, liggen er nog wat onder de wagen. Hopelijk is Sjaak er niet vandaag. Want Sjaakie met zijn blauwe pet, dat is zo'n vervelende jongen. Die maakt altijd ruzie. Nee, Sjaak is niet zo'n fijne jongen en... Dat zegt zijn moeder ook altijd. Ze noemen hem blauwe. Blauwe Jaapie. Gelukkig hem niet. Nee. Ja, Truus zijn moeder die kan het ook weten. Want zijn moeder, die noemen ze Truusje Babbel. Omdat ze zo praten kan. Gek hè? Maar iedereen die heeft hier wel een bijnaam. Hoe kan dat toch? Chef,
schreeuwt zijn moeder achteruit de wagen. Kom eens even. Chef loopt naar haar toe. Chef, je vader heeft gisteren een kwartje onder het kleed gestopt. En van dat kwartje, dan moet je naar de bakker om krentenborrel te kopen. Voor morgen. Het is kerst. En dan zullen we wat bijzonders eten. Chef is al naar de tafel gelopen. Hij grist het kwartje onder het tafelkleed vandaan. En dan loopt hij in één keer door. Hij doet zijn jas aan. Hij steekt eerst zijn arm door de scheur bij de elleboog. Vlug trekt hij hem terug. En steekt dan zijn arm in zijn goede gat. Zo, pet op, klompen aan en daar gaat chef. Op weg naar de bakken. Voor een echt krentenbrood. Omdat het morgen kerst is. Wat kerst is, weet chef niet. Wat krentenbrood is wel. Want krentenbrood eten ze met kerst. Eén keer had hij een stukje van Malle Jopie gehad. Toen had hij vast een goede bui. Chef steekt zijn handen diep in zijn zakken. En duikt weg in zijn kraag. Wat is het koud buiten. Hij zal maar stevig doorstappen. Even later laat chef het woonwagenkamp achter zich. Daar komt hij! De jongens duiken weg langs de kant van de sloot. De grote knotwilgen buigen zich over hen heen. Het lijkt wel of ze hen beschermen. We zullen hem krijgen. Sst! Stil liggen de vier jongens tegen de bevroren slootkant. Hun wangen gloeien. Ze zullen hem. Dat ventje van het kamp. Nu is hij alleen. Eens kijken of hij nog zoveel praatjes heeft. Ze denken allemaal aan Kees. Kees is er niet bij. Kees zit thuis met een blauw oog en een lelijke schram op zijn gezicht. Dat komt door dat ventje van het kamp. Dat ventje, die komt er nu aanlopen. De voetstappen komen steeds dichterbij. Ze horen de voetstappen op de harde grond. En nu zijn de voetstappen bijna recht boven hun hoofd. En nu moet het gebeuren. Chef loopt stevig door. Als hij zo doorloopt, dan is hij over 20 minuten wel bij de bakker. En dan weer terug naar huis. Terug met een lekker krentenbrood voor morgen. Maar brrr, wat is het koud. Hij kijkt naar de rij knotwilgen waar hij langs loopt. Het lijken wel reuzen met voelsprieten die omhoog wijzen. Kijk, dat lijkt wel een oog daar op die stam. En dan, ineens gebeurt het. Chef schrikt zich na. Plotseling duiken er vier jongens bovenop hem. En ze slaan en ze schoppen. Ze houden zijn armen en zijn benen vast en dan haalt een van de jongens uit. Hij wil schreeuwen, maar het gaat niet. En de jongens blijven maar schoppen. Ze moeten ophouden, ophouden nu. Maar waarom gaan ze door? Waarom stoppen ze niet? Wat heeft hij dan gedaan? Alles begint te draaien. De reuzen met hun volsprieten lijken te dansen in de grijze mist. En dan ineens is het net of het licht uitgaat. Alles wordt zwart om hem heen. De jongens houden op met slaan. Ze kijken elkaar aan. Ze schrikken ervan. Op de grond ligt de jongen en hij beweegt niet meer. Zijn ogen zijn gesloten en uit zijn mond, daar komt een klein straaltje bloed. En de blauwe pet, die ligt naast hem. Net zo goed, zegt Pieter. Had hij maar van Kees af moeten blijven. De anderen zwijgen. Ze kijken nog één keertje naar de jongen. Hij kreunt zacht. We moeten maken dat we wegkomen, zegt een van de anderen. Ons werk zit erop, zegt weer een ander. Het kan niet missen dat dit hem was. Kijk maar daar. Hij wijst een stukje verderop. Daar ligt de blauwe pet. Ze draaien zich om en lopen weg. Richting het dorp. Een van de jongens bukt zich. Hij zegt, hier, kijk eens wat ik hier heb. Een kwartje. Maarten zit aan tafel. Vader heeft net gebeden. Ze moeten op tijd eten vanavond, want vanavond is het kerstfeest van de zondagschool. Daar gaan ze altijd heen, want Maarten en zijn zus zitten ook op de zondagschool.
Ze kennen de versjes die ze zingen heel goed. En Maarten moet vanavond ook nog wat opzeggen. Hij is er wel heel zenuwachtig voor. Hij heeft het al 1000 keer opgezegd voor zichzelf. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Maarten kijkt naar zijn bord. Hij heeft helemaal geen honger. Zijn gedachten zijn maar steeds bij vanmiddag. Als die jongen nu eens is gestorven. Als die jongen nou is doodgeslagen, want dat was niet de bedoeling. Ze wilden alleen maar wraak nemen voor Kees, meer niet. Ze hadden lekkere koeken gehaald bij de bakker. 5 koeken van 5 cent. Maarten kreeg er 2. Voor de eerlijke vinder, hadden de anderen gezegd. Misschien heeft hij daarom wel geen honger meer. En men noemt zijn naam. Zou die jongen wel vrede hebben als hij nu niet meer leeft? Oh, daar schrikt Maarten van. Daar had hij nog niet aan gedacht. Maarten, zegt vader, zou jij niet eens wat gaan eten? Maarten prikt in zijn eten. Een hap in zijn mond, het smaakt hem niet. Ik heb geen trek. Oh, ik weet wel hoe dat komt, zegt moeder. Dat komt vast omdat jij zenuwachtig bent voor vanavond. En hij geeft Maarten een knipoog. Ja, vanavond moet hij een heel vroom vestje opzeggen. En vanmorgen heeft hij misschien wel iemand doodgeslagen. Hoe kan dat nu? En men noemt zijn naam Vredevorst. Het hamert steeds in zijn hoofd. Dat straks opzeggen. Een moordenaar die dat op moet zeggen. Hij krijgt geen hap meer door zijn keel. Vader legt zijn vork neer. Dat smaakt de moeder, zegt hij. En dan kijkt hij naar Maarten. Wat is het toch met je? Hij zit daar met zijn vork in zijn eten te prikken, maar eet niets. Zou hij nou zo zenuwachtig zijn voor vanavond? Het is vol achter in de kerk. Alle ouders van alle kinderen komen luisteren. Nog even en de groep van Maarten is aan de beurt. In die groep zitten ook Pieter en Mark en Koos. Het bonkt in Maartens hoofd. 4 moordenaars, voorin straks. En hij moet alleen maar een tekst opzeggen en mij noemt zijn naam Vredevorst. Vooral dat Vredevorst. Hoe kan hij dat nou zeggen? Een moordenaar die over vrede spreekt. Maarten, hij voelt zich misselijk worden. Nu zullen ze samen nog een psalm zingen en dan zijn ze aan de beurt. Maar Maarten wordt zo misselijk. Hij rent de kerk uit. Hij moet nog overgeven. Hij voelt het. Wat is het hier warm? Vlug staat hij op en rent naar de deur. In de gang is het gelukkig koeler. Snel loopt hij naar de wc, maar ineens is hij niet meer zo misselijk. Maar hoe moet het nu verder? Hij kan het niet opzeggen, Vredevorst, en hij is een moordenaar. Hij zakt tegen een muur en slaat zijn handen voor zijn gezicht. Hij begint te huilen. Wat heeft hij spijt? En ineens voelt hij de hand van zijn moeder op zijn schouder. Wat is het toch, Maarten? Mam, snikt hij, ik ben misschien wel een moordenaar. En Chef ligt in de woonwagen. Op zijn hoofd ligt een natte handdoek. Zijn moeder zit naast hem op de stoel. Moeten we de politie niet waarschuwen, Kees? Zegt ze tegen Chefs vader. Laat de politie hier buiten, ze komen toch niet als het voor het kamp is. En een dokter dan? Misschien heeft Chef wel een hersenschudding. Een dokter kunnen we niet betalen, Truus, dat weet je. Vader wrijft in zijn handen. Als hij die jongens toch in zijn handen kreeg, dan zou die ze. Zijn jongen deed toch niemand kwaad? Vader probeert door de ruitjes van de woonwagen te kijken. Ze zijn beslagen. Het is donker buiten. Morgen is het kerst. Hij kijkt naar moeder en ziet een traan over haar wang biggelen. Weet je, Kees, zo begint ze. Nu was het zo fijn. We konden met ons 3 kerstfeest vieren met heerlijk krentenbrood. En onze lieve chef beroofd voor een kwartje. Weggezellige kerst, wegkwartje. Op dat moment priemt er een fel licht naar binnen. Het klinkt gebrom van een motor. Plotseling is het stil. Dan vloept ook het licht uit.
Vader blijft stilstaan in de deuropening. Er is een auto gestapt, ziet hij. En uit de auto stappen verschillende mensen. Daar zitten ze allemaal. In het huis van Maarten. Pieter, Mark, Koos en Maarten. Allemaal zitten ze op hun stoel. Hun ouders zijn er ook allemaal. Hoe nu verder? Zegt vader. Ik heb een auto, zegt de vader van Pieter. We gaan erheen, want dit moet vanavond nog goed komen. Maar jullie nemen wel wat mee, zegt moeder ineens. Ze loopt naar de keuken en begint in de kast te rommelen. De jongens horen gekraak van papier en geluid van blikjes. Even later verschijnt moeder met een grote tas vol boodschappen. Die jongen zal gerust nog leven, anders hadden we het al lang gehoord, zegt ze. Nou, en toen kregen de jongens weer een beetje hoop. Misschien was het toch niet zo erg. En zo zitten ze later in de auto van de vader van Pieter. De jongens zijn stil, ze zijn best wel een beetje bang. Kijk, daar is de eerste woonwagen al. Pieters vader zet de auto aan de kant. Ze zien de deur van de woonwagen opengaan en in de deur van de woonwagen staat een grote man. Hij knippert in het felle licht van de auto. Vlug zetten ze de auto af en dan stappen ze uit. Het is vol in de woonwagen, bomvol. 5 vaders, een moeder en 5 jongens. De vader van Maarten heeft net het hele verhaal verteld. Kijk meneer, zegt hij. En dat kon Maarten niet. Een moordenaar die een tekst uit de Bijbel op moet zeggen van vrede vast, terwijl hij een moordenaar is. Begrijpt u dat? Chefs vader knikt. En ook moeder Truus. Maar ze begrijpen er geen sikkepit van. Dat ziet de vader van Maarten ook wel. En dan vertelt hij dat hij iets anders moet vertellen over kerst. Wat kerstfeest eigenlijk is. En dat doet hij dan, Maartens vader. Dan vertelt hij in de volle woonwagen wat kerst eigenlijk betekent. Hoe het ook in de beestenstal van zijn hart een keer kerstfeest geworden is. Heel eenvoudig vertelt hij waarom de Heere Jezus geboren moest worden. Steeds knikken chefs vader en moeder, maar ze begrijpen er niets van. Maar, zegt chef, waarom moesten jullie nu mij hebben, want ik ken jullie niet eens. En dan vertellen ze dat ze hem wilden terugpakken, omdat ze Kees zo in elkaar hadden geslagen. Dat hadden chefs vader en moeder al gedacht, dat ze de verkeerde voor zich hadden. Ze moesten Sjaki hebben, Sjaki met de blauwe pet, en niet chef. Nu kijken de 4 jongens naar de grond. Ze hadden de verkeerde te pakken gehad. Geef niet hoor, probeert chef nog te zeggen, maar door zijn opgezwollen lippen klinkt het heel raar. En daar schiet iedereen van in de lach. Wil je me vergeven? Vraagt Maarten. Wil je me vergeven, chef? Vergeven, zegt chef. Morgen kom ik weer langs en dan vertel ik. En dan vraag ik hoe het met jou gaat, zegt Maarten dan. En dan wordt chef zo warm van binnen, want die Maarten is zo'n kwaaie niet. Chef ligt in zijn bed. De hoofdpijn is een stuk minder nu hij denkt na. Gek. Maar hij is helemaal niet kwaad op die jongens. Het hamert steeds in zijn hoofd. Vrede vast, vrede vast, vrede vast. Het was allemaal goed gekomen. En daarom hadden ze nu krentenbrood. Niet 1, maar wel 3. Met echte roomboter. Dat wordt smullen morgen. Maar dat komt dan vast door die vrede vast. Chef snapt het allemaal niet zo. Weet je, als Maarten nou morgen weer komt, dan zal hij het hem nog eens een keer vragen. Niet veel later is chef in slaap. Langzaam glijdt een natte doek van zijn hoofd af. En er speelt een glimlach om zijn opgezwollen lippen. De lippen bewegen zich. En heel zachtjes fluistert hij. Vrede vast.
Kijk eens goed. We hebben van alles gehoord, van allerlei tekenen. De herders, Maria, de wijzen. Weten jullie waar al die tekenen samenkomen? Die tekenen komen allemaal samen bij de kribbe van Bethlehem. En als eerste heeft de Heere God daar ook al een teken bij gegeven. Het teken van het kruis. Het kruis dat de Heere Jezus naar deze aarde kwam voor onze zonde. Dat kruis, dat zet hij bij zijn kribbe. En zo komen al die tekenen samen. Hier in Bethlehem is de Heere Jezus geboren. De Heere Jezus is vanuit de hemel gekomen. Dat is een groot wonder. De koning van alle koningen. Hij kwam vanuit de hemel hier in deze voerbak. De herders kijken. Jozef en Maria kijken. De wijzen kijken. Ze kijken allemaal in die kribbe. En als wij nu eens in die kribbe zouden kijken, wat zouden wij dan graag willen zien? Zou je dan een beetje van dat stro willen zien? Of van dat andere? Nee. Dan zou ik de Heere Jezus misschien wel willen zien. Maar zou die nu nog in de kribbe liggen? Die ligt er nu niet meer. Toch ligt hier wel wat in. Iets bijzonders. Kijk eens. Wat daarin ligt. Het is de Bijbel. De Bijbel, deze hebben we nog over. En dit is van kerst. En als we die Bijbel eens open zouden doen, dan zouden we kunnen lezen allemaal mooie dingen van kerst. En dan zouden we, ik zou zeggen, dan schijnt het licht zelfs door de Bijbel heen. En wat staat er dan? De Heere Jezus is geboren. Dat is het grote wonder van kerst. Dat is een grote teken ook van de koning. En zo bracht hij alle tekenen samen. Samen in de kribbe van Bethlehem. Hij vraagt ons te volgen met zachte stem. Het is nergens zo veilig als dicht bij hem. Wij mogen bidden, Heere, maak mij van de zonde rein en laat het ook in mijn leven echt kerstfeest mogen zijn. Kerstfeest wijst op onze zonde. En het kindje Jezus werd geen schuld gevonden.
zijn we al bijna weer aan het einde van de dienst gekomen. En als je aan het einde komt, moet je natuurlijk wel iedereen bedanken. Ja, dan moet ik eerst de kinderen natuurlijk hier bedanken voor het mooie zingen. Ik moet de kinderen thuis bedanken. Ze hebben allemaal gekeken en ze kijken nu nog. Ik moet de mensen van de techniek bedanken, die het allemaal mogelijk maken. Ja, die zien jullie niet, maar eigenlijk zitten die achter de camera. De mensen hier moet ik bedanken. De mensen thuis moet ik bedanken. Ja, ik moet toch ook iemand, Janemieke, jou ook bedanken voor het mooie verhaal. Want ja, als ik nu die tekst hoor, vrede vorst, dan denk ik altijd nog weer terug aan kerst. Aan het kerstverhaal. Mooi. En dan natuurlijk nog de muziekgroep. Dankjewel voor jullie. Ook heel mooi meegespeeld. Dan gaan we nu eindigen. Dat doen we samen. Dat kan hier. Dat kan thuis. Je kunt je handen vouwen. En jullie kennen allemaal het Onze Vader. En als we dat nu allemaal eens zouden doen. Hier. Maar ook thuis. Ja, thuis kan het ook. Je kunt je handen gewoon vouwen. Je mag gewoon meebidden. Zullen we het samen doen? Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. De zondagschool wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.